De conclusie van de projectgroep is dat sloop van de 57 deels voormalige huurwoningen in Ganzedijk op termijn de beste oplossing is. Advies is dit in fases te doen. Hierdoor kan de krimp beheerst en gefaciliteerd worden. Begin 2007 hebben de gemeente Reiderland, provincie Groningen en Acanthus aan KAW architecten en adviseurs gevraagd een visie op te stellen voor Ganzedijk en omgeving. Een gevoelig onderwerp voor de bewoners van het buurtschap in Noordoost-Groningen. Ganzedijk heeft, net als veel andere buurtschappen in Nederland, te maken met een bevolkingskrimp. Woningcoöperatie Acanthus heeft de leegstaande woningen uit de verhuur gehaald. 10% staat op dit moment leeg, waardoor ook de koopwoningen in de buurt in waarde dalen. Ze zijn gek. Ze zijn allemaal gek. Dit ken uit. Waar zijn ze dan in godsnaam mee bezig? Iedereen kan iedereen. We hebben straks activiteit. Nou, waarvoor dan nog? Bewoners kwamen tegen de plannen in het verweer en zochten de publiciteit. Een emotioneel debat barstte los. Toenmalig wethouder Ruud Hietbrink gooide olie op het vuur door te zeggen dat heel Ganzedijk opgeheven moest worden. Ja, dat is natuurlijk niet leuk om te horen. Maar is daar sprake van geweest? Nee, absoluut geen sprake van geweest. Het was steeds de bedoeling om mensen de kans te geven Ganzedijk te kunnen verlaten als mensen dat wilden. Mensen ook de kans te kunnen geven graag in Ganzedijk te blijven wonen. Wethouder Hietbrink moet aftreden vanwege zijn uitspraak, maar het kwaad is al geschied. KAW besluit de plannen toch aan de bewoners te presenteren. Het lag ook gewoon letterlijk op straat wat er in het rapport stond. En dan is het wel, het is bijna een beetje lafhartig bij wijze van spreken om dan niet met het water voor de dokter te komen en het wel aan een gemeenteraad of een raadsfractie te presenteren en dan vervolgens niet bij degene waar het daadwerkelijk om gaat. Hoe komt het dan, denkt u, dat de bewoners zo ontzettend in het verweer zijn gekomen? Wij stonden op een gegeven moment lege handen en dat hebben we dus gewoon niet goed gedaan. We hebben altijd gezegd van waar het ons om gaat, mensen moeten iets te kiezen hebben. Dat was de crux van ons hele plan. En uiteindelijk hadden mensen niks te kiezen omdat we het gewoon niet geregeld hadden welke partijen nou uiteindelijk voor de financiële consequenties van het plan op gingen draaien of daarvoor verantwoordelijk waren. We hadden gewoon moeten zeggen toen het puntje bepaaldje kwam van nou mensen, het is jammer, we hebben een jaar lang met jullie gepraat, maar het is ons gewoon niet gelukt. We stoppen ermee. Ja. Dat hadden we achteraf gezien eigenlijk moeten doen. Ja. Maar wij vonden gewoon dat de bewoners recht hadden op wat er in deze visie stond, om dat te weten.